Mijn naam is Ivan Barbosa. Samen met Roelof-Jan Minnebo ben ik gastcurator geweest voor het ei-filmprogramma Blacklight. Hiervoor zijn we een doorlopend onderzoeksproject gestart waar we dieper ingaan op het thema de verbeelding van de zwarte identiteit in Nederlandse cinema. In deze serie gaan we in gesprek met drie acteurs die alle een belangrijke generatie uit de Nederlandse zwarte filmgeschiedenis vertegenwoordigen. Hoe hebben zij de verbeelding van zwarte identiteit in de Nederlandse cinema ervaren en wat zijn hun persoonlijke gedachten hierover? Jack Monkau speelde in Plantage Tamarinde in 1964 en hij ontving in 2017 als eerste de Otto Sterman Oeuvre Award. Ik ben dus Jack Monkau, geboren in Amsterdam, 1939. Ben jij de oudste zwarte Nederlandse acteur? Filmacteur. Ja, film wel. En still alive. Ja. Maar voor jou hadden we natuurlijk Otto Sterman en je vader. Kan je vertellen hoe je vader in de film is terechtgekomen? Er waren wel meer Surinamers en Curaçaoënaars in Nederland. Niet zoveel hoor. Maar mijn vader had wel de looks, weet je. Zag er wel goed uit en zo. Jouw vader speelde een rol in een Nederlandse film die naar Venetië werd ingezonden. Ja. De beladen met de hoge hoed. Zullen we even kijken naar de scène met je vader? Prachtig. Prachtige scène. Prachtige scène. En in dezelfde tijd kwam ook in de jaren 30 de film De Jantjes uit. Ja. En ik zou je graag één scène willen laten zien uit De Jantjes. Graag. Reuzenwagen heeft hij gezegd. Ja, geweldig. Johnny, hou je maan eens even vast. Alsjeblieft, mevrouw. Zo, dank je. Die man die doet iets in close-up, want dat is iets wat uit Amerikaanse cartoons ook in Nederland terechtkwam. Ja, ze noemen het googly eyes. Googly eyes. Dus de ogen die alle kanten opdraaien. Juist, en dat heb ik ook meegemaakt als jonge jongen. En ik kom uit een gezin met 5 kinderen. En wij vonden het eigenlijk, als we dan een donkere man in de film, in de Amerikaanse film zagen, dan was het altijd zoiets van, yes sir, no sir, en dat soort dingen. En dat vonden wij afschuwelijk eigenlijk, een beetje minderwaardig. Ja. En ik werd ook op een gegeven moment werd ik gevraagd om een rolletje te doen. En toen vroegen ze aan mij, kun je met je ogen draaien? Echt waar? Ja. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Dat ging niet door. Het is een heel uitzonderlijk fenomeen, want toen ik het voor het eerst zag in De Jantjes, dacht ik van, hè, waarom heeft niemand hier ooit iets over gezegd? Want dit is zo vreemd. Maar Plantage Tamarinde 1964 is wel een bijzonder verhaal. Kan je iets vertellen over hoe dat ging? Nou, ik werkte bij Max Wojcicki, junior, op het Rembrandtplein in de bar. Daar hoorde ik dat er een volbloed, halfbloed werd gezocht. Michael Forlon, dat was de regisseur in Nieuw-Zeelanden, die zei dus op een gegeven moment toen ik een scène deed, halverwege zei hij, kut! Ik denk, wat is dit zo? Hij zei, nou, je kan gaan. En Hans Keuls, de schrijver en ook de producent, die zei dus op een gegeven moment, heb je heel mooi gedaan hoor. Heel mooi gedaan. Ik dacht, ja, maar wacht even. Hij zei toch maar kut, weet je. Ja. En ik kende die filmtekst, de termen nog niet zo, de filmjargon. Nou, 2 dagen later werd ik gevraagd om naar het Vondelpark te komen, want ik was het geworden. Nou, stonden de kranten vol. Tropisch Curaçao heeft zijn eigen exotische natuur, zijn eigen type van mensen. En door de ontmoeting van deze mensen zijn specifieke problemen.
Liefde tussen jonge mensen kan overal ter wereld worden gedwarsboomd. Hier moeten ze soms meer dan elders voor hun geluk vechten tegen de vooroordelen van een bekrompen wereld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Plantage Tamarinde, zijn er ook blackfaces. Ja, maar dat wist ik niet. Wat vond je daarvan? Dat wist ik niet. Ik kwam dus op Curaçao aan en ik dacht, ja, wie gaat nu mijn moeder spelen, hè? Nou, dat was Ellie van Stekelenburg en die werd zwart gesminkt. Ik dacht, jongen. En Paul Storm, die werd ook zwart, dat was de knecht. Er zijn figuren die tot beide werelden behoren, die van de kleurlingen en die van hun vroegere meesters. In deze met sentimenten geladen wereld ontbloeit tussen twee mensen een innige liefde. In hun omgeving roept het conflicten op die bij de aan oude tradities gehechte vader tot een uitbarsting leiden. Mijn dochter trouwt niet met een neger. Ik haat hem. Hij is blank. Jack Monkau en Bronwyn van Hensbergen. Ik heb met jou gedroomd. Ah ja? Was lekker. En Paul Storm en Ellie van Stekelenburg maken deel uit van de rijk geschakeerde bezetting. Ik ben bang dat die film daar ook op geflopt is, eigenlijk. Ja? Door een soort taaltje, ja. Weet je? Nou, als je de recensies leest, die zijn inderdaad niet mals. Heeft ook heel kort gedraaid. Maar er wordt gezegd dat de thematiek achterhaald is. Nou, vanwege de Zwarte Pieter taal of ik weet het niet. Want dat kon toen in Amerika, was het al not done in die tijd? Het was, ik vond het zelf niet goed overkomen, nee. Eigenlijk. En was dat ook al tijdens het filmen dat je dat ervaarde? Want vond je dat, hoe ervaarde je dat? Dat je een soort kijk, het was mijn eerste grote rol eigenlijk, hè? Ja. Ik was de spil in het hele verhaal. Ja. En ja, zoveel verstand had ik er ook niet van. Ik dacht, ja, het zal wel normaal zijn, weet je, want je had ook in de tijd had je Al Johnson, hè? En Zwarte Piet, het kon allemaal nog. Ja. Maar later, toen ik die film ook zag, dacht ik, nee, het is toch niet zo. Maar ene meneer Dreyfus, die zou de film vertonen in Amerika. En die heeft de film meegenomen. En ik heb erbij gezeten dat hij dat allemaal vertelde, dat hij die film mee zou nemen. En hij prijsde mij ook voor mijn rol. Maar Hans Keuls, de schrijver en de producent, die heeft mij verteld dat het de hele verhaallijn gestolen was. En dat hij er niets aan kon doen. En dat het Guess Who's Coming to Dinner is geworden in die tijd. De grote film met Sidney Poitier. Juist. Dus Sidney Poitier heeft zijn doorbraakrol gebaseerd op Jack Monkau. Ik kan het niet bewijzen, net als Hans Keuls dat niet kon bewijzen. Ja, maar de overeenkomsten zijn opmerkelijk, natuurlijk. Ja, de pastoor, de dokter, de zwarte man die dokter wordt, het blanke meisje, who's coming to dinner. En in Tamarinde zegt men ook van, als je nou eens blijft eten. Ja. En dat iedereen opkijkt van, Eigenlijk is dat een heel ironisch verhaal dit, hè? Dat een Nederlandse film met blackface, ja. De inspiratie blijkt, of de bron wordt, van die hele belangrijke antiracistische film Guess Who's Coming to Dinner met Sidney Poitier. Ja, zeker. En ik ben er eigenlijk ook wel trots op, hoor, dat het zo gelopen is, toch? Nee, laten we even kijken naar, naar de trailer van Wildschut. Van Wildschut. The Stronghold. Ja. Zo gaat hij de wereld over. Oké. Okay. Ja, met de leien. Nee, die komt niet vandaag. Ziek. Ja, ben ik vergewoon ziek. Heb jij een pyjama? Pyjama? Pyjama, ja. Overal uit, pyjama aan en naar je nest. Wordt er ooit iets genoemd of gezegd over de kleur van jou als karakter daar? Helemaal niet, hè? Helemaal niet. En er waren wel andere acteurs die zeiden, ja, je bent toch zwart, er moet er toch iets. Ik zeg, nee,
Ik ben gewoon een Amsterdammer. Ja, waren acteurs die dat tegen jou zeiden dan? Ja. Gewoon mede-acteurs zeiden dat jij dan... Nou, mede. Ik kwam vaak in Frascati. En dan sprak je wel acteurs. En die zeiden dan wel van... Ja, maar er komt helemaal niks Surinaams in voor. Of niks, weet je, van over je kleur. En niemand zegt wat over je kleur. Hoe reageerde jij toen op? Hoe was je, wat... Oh, nou ja, ik was natuurlijk wel gewend dat mensen zo spraken. Deed me helemaal niks. Zelf hebben wij het gevoel dat we nu pas weer zwarte mensen zien in films in Nederland die gewoon toevallig zwart zijn. Ja. Zie jij ook dat dat verandert? Oh, ik weet wel dat ik in het zonnetje in huis speelde ik met Kraaikamp. Ja. Die oude en die jonge Kraaikamp. Dus op een gegeven moment kreeg die oude, die kreeg van die jongen krijgt die autorijles. Maar ze belanden in een vijver. En die oude die wordt ziek. En die jongen die zegt dan... Pa, ik laat een dokter komen. Maar doe een beetje normaal. Want het is een zwarte dokter. Oh, ik wil een echte dokter, zegt hij dan. En, en dan kom ik met mijn dokterstasje binnen, zegt die oude. Die zegt, oh dokter, wilt u een banaantje? Dat soort dingen. Nou, Donald Jones vond dat helemaal niet leuk. Die zei, oh, wat doe je nu? En dat moet je toch niet aannemen? En zo, ja, ik zeg, nou, had jij die rol dan willen hebben? Weet je? Maar wist je op dat moment, had je er zelf problemen mee dat dat gebeurde? Nee. Of vond je het stom? Nee. Of jij dacht, whatever? Ja, kijk, het is een grap. Je moet ook grappen kunnen maken. Ja. Merk je nu dat er in de rollen waarvoor je wordt gevraagd, dat daar een verandering in zit? Laatst heb ik nog gedaan met Loes Luca, Maud en Babs. En dan ben ik ook, wordt ook helemaal niet gezegd van, dat is een zwarte man. Nee, ik ben de lover. Van Loes Luca. En dat vind ik eigenlijk ook wel prettig hoor. Want ja, waarom altijd maar die kleur aanhalen? Ja. Ja. Oh nee, die rode acteur. Ja. Of die Chinees. dat hoeft toch niet. Pas op voor die strober. Hij is een breker.